Jaarlijks op 3 mei is de Werelddag van de Persvrijheid, oftewel World Press Freedom Day. Het thema dit jaar is Media for Democracy. Deze dag is door de Verenigde Naties en UNESCO ingesteld om stil te staan bij journalisten bij het uitoefenen van hun werk. Verder is deze dag uitgeroepen om solidariteit uit te spreken met journalisten die in de gevangenis verkommeren of op alle mogelijke manieren belemmerd worden in de uitvoering van hun werk. In Suriname wordt deze dag ook herdacht. Volgens journalist Giovanni Seggen valt er niets te vieren als je kijkt naar de zaken die journalisten in het buitenland allemaal meemaken. Maar kijk je internationaal, dan zie je nog steeds dat journalisten in de verdrukking zijn en dan valt er niks te vieren, maar valt er te bezinnen. Ook in Suriname valt er heel wat aan te merken op de manier hoe journalisten hun werk doen. Dus ja, ik denk niet dat er iets te vieren valt. Oké, ik snap u wel compleet, want we zitten nu in het pre-electoraal jaar. Denkt u dat journalisten op hun hoede moeten zijn voor politieke partijen qua misbruiking? Ik denk dat journalisten inderdaad op hun hoede moeten zijn, maar niet eens op hun hoede voor partijen die ze zouden willen misbruiken. Ik denk dat journalisten de taak hebben om niet willens en wetens mee te werken aan het zich laten omkopen door politieke partijen om die partijen in het nieuws te brengen. Want dat is iets waar ik me ernstig zorgen over maak. Seggen gaat verder met te stellen dat het in Suriname is voorgekomen dat journalisten hebben gevochten voor democratie en zelfs het leven daarbij hebben gelaten. Dat wij nu ons werk gewoon kunnen doen. Dat we die mensen op een voetstuk plaatsen. 1, 2. Dat wij nu ons werk goed doen en ons niet laten corrumperen. Voor de mensen die in het vak zitten, die weten wat er gebeurt, tenminste als ze eerlijk zijn. En over die situatie maak ik me ernstig zorgen. Er zijn journalisten die geld aannemen, of mensen, want daar ben je geen journalist, maar mensen die zich journalist noemen, die geld aannemen om hand- en spandiensten te verlenen aan politieke partijen en zelfs bedrijven. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. De lonen in de journalistiek zijn misschien niet van die aard. En iedereen is op zoek naar iets extra's, zeker in deze economisch moeilijke periode. Maar dat je je integriteit zo te grabbel gooit voor een paar honderd SRT, dat vind ik triest. En soms wil ik niet eens journalist genoemd worden, omdat ik niet meer wil associëren met, om het zo te zeggen, dat soort gespuis. Journalist Giovanni Seggen, onze nieuwsdienst sprak hem in het kader van Werelddag van de Persvrijheid, oftewel World Press Freedom Day. Carla Boetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, zegt dat de persvrijheid in Suriname momenteel onder druk staat. Een belangrijke verandering die moet worden doorgevoerd is de goedkeuring van de wet openbaarheid van bestuur. Belangrijk is dat de leden van de SVJ de gelederen sluiten en zich niet laten omkopen of ompraten, benadrukt de voorzitter.